Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij Vraagje Vrijdag op Banjertown. En we zijn hier met Jordi en Juri. En we gaan dus even een lekkere vraagjes beantwoorden die we via Twitter van jullie ontvangen. Maar wacht even, wanneer gaan we naar de intro? Dat doen we. Oké, de eerste vraag is van Simone Kaal. Heel snel tussendoor. Het is me opgevallen dat jij hier geschoren bent, dit stukje, maar hier niet. Wij hebben een stukje hier zo heel leuk. Ja, nou en? Hij heeft daar geen baard in. Nee, ik heb geen baardgroei. Daarom heb ik al zo'n ik had een fopstick. Die heb ik afgehaald. Opplak dingen zitten. Ja, die vraagt, wat zijn jullie aan het doen? Zitten. Ja. Zitten, hè? Zitten, ja. Ja, zitten op een stoel eigenlijk. Zitten. En momenteel doen we eigenlijk nooit zoveel, hè? Nee, een beetje vappen, een beetje computer kijken. Ja, een beetje. We hebben net opgenomen voor Banjo Movies. Ja. Ja, dat zeggen toch? En voor de Vinstel. En voor Jordi. Nee, ik heb niks, nee. Dat is mooi, man, heeft niks. Nee, en. Wat ben je nou ook alweer aan het doen? Wat ben je allemaal aan het doen? Stop daar eens mee, irritant. We zijn aan het opnemen. Yes. Ilias vraagt. Willen jullie een keer met z'n allen Cops en Robbers doen? Cops en Robbers. Heb ik dat? Oh, dit is mijn probleem. Wat is dat? Wat? Nee, jouw probleem. Ja? Nou? Ja, probleempje. Probleem opgelost. Nee, kijk, het punt is dus gewoon dat we hebben het gedaan. Alleen Jordi heeft het opgenomen. Alleen Jordi is het dus kwijtgeraakt. Waar? Welke Jordi? Hi. Jordi! Auw! Kijk eraan! What the fuck is dat? Volgende vraag van Mark in James. Hij vraagt aan ons: heeft een van jullie buiten Bardo een vriendin? Ga ik niet vertellen. Nee. Ja. Oh. Ja, jij hebt je moeder al natuurlijk. Ja, precies. Het is bezig. Ja. Vincent heeft haar vaders. Ja. Opa's. Oma's. Oomstanten. We zijn allemaal bezet. Sorry. Volgende vraag is door Nino Vermeulen. Hij vraagt aan ons: hoeveel ratslagen doen jullie gemiddeld per dag? 4. Per minuut. Per minuut? Per dag? Per minuut. Nee, maar voor mij gaat het. Per minuut? 4. Nou. 4 per minuut. Nee, per dag. Nou, ik kan er 4 per minuut. Oké. Ik heb nog nooit gedaan. Okay, kom maar. Maak het. Kom maar, Jordi. Oh god. Dat is geen ratslag! Dat is geen ratslag! Oh, hij gaat weer terug! Oh, ik was mijn rug niet. Zoiets. Hij wordt ook een dagje ouder, dames en heren. Kreupelen Jordi. Oh. Dat waren Jordi's ratslagen. Tot zo. Je komt verder dan mij. Nou, dat is een beetje een rare vraag, maar ja, je hebt het gehoord. Ja, bedankt. De volgende vraag is door Thijs. Welke Thijs? Onze Thijs. Onze Thijs, geweldig. Oh, Thijs. Hij vraagt, wie mag Jordi? Mijn moeder. Nee, die had je gewoon echt aan kunnen komen, nee. Staat op je kanaal? Nou, mijn kanaal. Mijn moeder heeft dus gewoon gezet, niemand mag Jordi, behalve zijn moeder. Dat heeft mijn moeder gewoon ingetikt. Daar ben ik dus later pas achter gegaan, iemand zei, Jordi, wat staat er op je kanaal? Nou, dat was gewoon mijn moeder. Nou, Thijs, je hebt hier je antwoord eindelijk. Na al die jaren vraag jij je af van, wie mag Jordi? Nou, zijn moeder dus.